Ik sta in het Van Gogh Museum met Laura Prins, assistent conservator van de tentoonstelling Emmy Andriessen. Kun je wat vertellen over Emmy Andriessen? Emmy Andriessen was een fotograaf. Jaren 30 werd ze opgeleid en heeft vooral de jaren 30, 40 en 50 gewerkt. 1953 overleed ze. Ze heeft voor haar dood een speciale serie gemaakt. Ze ging vlak voor haar dood in 1951 naar de Provence onder andere en naar Auvers, plekken waar Van Gogh is geweest. Ik denk dat ze dit een opdracht heeft gedaan van verschillende mensen, waaronder Willem Sandberg. En het idee was om foto's te maken op plekken waar Van Gogh ook heeft gewerkt. En dat wel in haar eigen stijl te doen. En ze is in 1951 en 52 geweest. Meerdere keren had ze erg veel moeite mee, want het was natuurlijk behoorlijk veranderd, de onderwerpen. Zoals de mensen waren toch iets anders, de plekken waren niet meer hetzelfde. Het gele huis stond er niet meer bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het haar wel gelukt om een flinke aantal foto's te maken. En deze zouden dan in een fotoboek worden gepubliceerd. Maar omdat ze heel erg ziek terugkwam na haar laatste reis, kon ze daar niet meer zelf aan meewerken. Ze overleed in 1953 en in datzelfde jaar heeft haar echtgenoot, de vormgever en kunstenaar Dick Elvers, heeft hem toen het boek vormgegeven. En dat is toen uitgegeven met een selectie van haar foto's en daarnaast de werken, zo her en der, die eraan refereren, die waarschijnlijk Emmy Andriessen in haar hoofd heeft gehad bij het maken ervan, en wat briefcitaten. En hoe zou je haar stijl omschrijven? Haar fotostijl. Nou, het was toen heel erg in de tijd van nieuwe fotografie. Dat was toen fotografen wat minder, zoals ze dat noemen, schilderkunstig gingen fotograferen. Niet meer een schilderij willen namaken of naapen, maar meer de camera zelf ontdekken. Dus dat ze dan bijvoorbeeld verschillende of vreemde perspectieven gebruikte of al rare hoeken heel erg inzoomen. Dat zie je dan heel erg veel gebeuren in die periode. Dat zie je internationaal gebeuren. En zij was daar wel een hele belangrijke vertegenwoordiger van in Nederland. Voor de foto's van Van Gogh, heeft ze mensen gevraagd om te poseren of heeft ze een soort snapshots gemaakt? Ik vermoed wel dat ze heeft gevraagd om te poseren, want dat zijn al haar foto's, ook die zij eerder heeft gemaakt. Gewoon haar vrije werk. Je ziet duidelijk wel dat die mensen even stilstaan voor haar. En waarschijnlijk heeft ze wel gevraagd van, kunnen jullie een beetje anders gaan staan, een beetje anders kijken. En wat je ook in de tentoonstelling hier ziet, is dat het dus twee delen zijn. We beginnen met de wereld van Van Gogh, om duidelijk die aanknopingspunt te geven met het Van Gogh Museum zelf. Maar de tweede helft zijn foto's te zien van haar werk dat ze daarvoor vooral heeft gemaakt. Veel van haar reis in de jaren 30 en jaren 40 en begin jaren 50. En dan zie je dat ze op dezelfde manier die mensen fotografeert. En ik denk haar bekendste foto is het jongetje met de pan in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de hongerwinter gemaakt. En daarvan heeft men wel gezegd dat het jongetje kwam voorbijlopen met een pan. Dat zag ze, dat was een mooi motief. Maar dat hij wel meerdere keren in meerdere poses heeft gestaan. Voordat het lijkt een snapshot, maar het is heel erg doordacht geweest. Maar dat vind ik zo knap van haar. Dat ze dus, het is doordacht, maar het geeft het gevoel, ze staan allemaal comfortabel op de foto. Het geeft het gevoel van dat ze ze net te pakken krijgt en echt de mens zelf weet weer te geven. En de foto's zijn allemaal zwart-wit, zie ik. Heeft ze daar bewust voor gekozen om, ja, waarom eigenlijk zwart-wit en niet kleur? Nou, dan moet ik heel erg graven in mijn kennis van de fotografie, maar kleurenfotografie was toen nog niet heel gebruikelijk. Ik weet niet eens, dat kon toen al wel, maar zoals we het nu kennen, dat was toen nog niet aan de orde. Ja, vroeger werden foto's ingekleurd, maar dat is natuurlijk uit en boze. Ja, dat je moet echt de camera zelf gebruiken voor je compositie. Dus je gebruikt de beeldtafel van de camera en aan de camera pakt het in zwart-wit toen. En dus je wil dat juist benadrukken, dat het echt een foto is en niet een of andere kleurenplaat. Dat denk ik dat zal er bij haar wel in hebben gezeten. En de andere foto's die hier hangen, die zijn van voor die periode, neem ik aan. Wat voor soort foto's zijn dat? Het zijn voornamelijk, of eigenlijk alleen maar, zoals we hier zien, mensen. Het is vaak één persoon of twee personen die ze dan wist te vangen. Het zijn niet portretten in de zin van dat mensen wilden gefotografeerd worden in een bepaalde houding of zo. Maar het is vooral wat zij op haar reizen zag. Ze reisde erg veel in haar leven. Vaak naar Parijs en naar Londen. Ze is ook een keer in Italië geweest. En ik denk dat de mensen haar vooral heel erg aantrok. En dat ze die wilde zij vastleggen. En daarom is het wel bijzonder met de wereld van Van Gogh. Omdat één wand is ook alleen maar te zien. Er is bijna geen figuur te zien in de foto's. En dat is voor haar eigenlijk niet heel erg gebruikelijk. Ze is toch wel een mensenfotograaf. Ja.
En ik heb gelezen dat zij in het verzet heeft gezeten. Is dat nog in haar foto's te zien of heeft dat haar nog beïnvloed? Nou ja, haar bekendste foto die ik al net noemde, het jongetje met de pan, dat is eigenlijk een soort van beeld geworden van het verzet. Ze was een Joodse vrouw. Moest ook tijd aan onderduiken. Uiteindelijk trouwde ze in de oorlog met Dick Elvers. Hij was niet Joods. Hij was een vormgever en hij kon bijvoorbeeld heel erg makkelijk haar paspoort aanpassen. Dus op een gegeven moment werd dat kenmerk van Joods uit haar paspoort gehaald. Toen kon ze dus weer vrij over straat. Maar het was niet toegestaan om te fotograferen op straat. Dus dat je fotografeerde op straat, dat is ook al een teken van verzet. En dat zie je dus heel erg gebeuren. En dat jongetje met de pan is een soort van belichaming geworden van de hongerwinter. Echt internationaal. Het beeld van het heldhaftig gebeuren. Het is een soort van tegenstrijdigheid van enerzijds dat schrijnende beeld van een hongerig jongetje en anderzijds ook een soort van heel mooi beeld. Hoe is het in de collectie gekomen? Want het is oorspronkelijk niet jullie bezit, of wel? Nee, het is inderdaad, ons grootste deel van de collectie is familiebezit. Dat is dan uit de familie in het museum terechtgekomen. Dit is in 1975 al wel aangekocht. Dus dat is 2 jaar nadat het museum is opgericht. En het is een soort van, voor velen denk ik, een verrassing dat wij het hier in een collectie hebben. Want het is niet Van Gogh en het is ook niet de 19e eeuw. Maar in de jaren 70, de begintijd van het museum, werden er ook heel veel tentoonstellingen toen nog georganiseerd voor hedendaagse kunst. Toen is er een tentoonstelling gehouden van haar werk. En toen is het ook dit aangekocht bij haar zoon, Joost Elvers. Toen is het aangekocht, ik denk dus met name die link met Van Gogh. Maar dus ook de rest van de foto's. Maar dit is nog maar de helft van wat we hebben. Want we hebben ook nog een heel groot deel van haar modefotografie en haar kunstenaarsportretten. Dus het is een flink deel in de collectie.